Vandaag een klein simpel stempingvideootje als stempelrecept bij de nieuwsbrief met de nieuwe set Tot voor Blooms uit de Celebration en de inkcolors. Ik ga hier ook een leuke kit van maken, dus mocht je geïnteresseerd zijn, lees de nieuwsbrief even goed door. Ik heb het idee om er een beetje een, ik noem het maar een barokke kaart van te maken. Er zit een beetje een, een bijzonder bloemetje in. Ik vind het nooit erg om half op een blad te stempelen. Eens even kijken wat het wordt. Hetzelfde doe ik hier. Dus de kleur Pretty Peacock. Beetje blauw-groenige kleur. Zelf vind ik het een erg mooie kleur. Mooi warm. Zo, mannenkaarten als vrouwenkaarten geschikt. Het doel van simpel stamping is dat je op een hele eenvoudige wijze toch leuke kaarten kan maken. Ik heb nu Rococo Rose. Daar ga ik de bloemen van maken. Wanneer je meer dan 120 euro aan Stamping Up spullen koopt, kun je voor 60 euro deze stempelset uitzoeken. Heb je nou meer op je lijstje staan, dan is het misschien ook wel leuk om te kijken. Er zit namelijk ook een bijpassende pons bij. Let wel, die kost twee keer de Celebration punten. Dus die kost 120 punten. Er zit ook een heel leuk bloemetje met streepje. Mijn doel is om dit een beetje over elkaar heen te stempelen. Zodat de bloem een beetje meer diepte krijgt. Je kunt het eventueel ook met twee kleuren doen. Ik kies bewust voor één kleur omdat ik de kaart eigenlijk best heel simpel wil houden. In de kit die is samengesteld zit echt de basis om kaarten te maken. Dus er zitten enveloppen in. Er zitten noodkaart in. Er zitten ook hele kleine bloemetjes op. Die en die. Ik kies nu voor de stippeltjes. Nou ja, kan er geen stippeltjes zijn. Ja, hartjes van bloemen. Ik vind ze wel schattig. En het maakt eigenlijk niet uit waar je ze neerzet. Er is geen goed, er is geen fout, maar het geeft net wat meer diepgang aan de kaart. Er zitten ook hele mooie teksten aan. Ik had in eerste instantie deze uitgekozen, maar die vind ik toch wel vrij iel op deze kaart. Zo heeft ze ook nog deze stippen en die kun je weer op die combineren. Die twee kun je weer samenvoegen. Dus er zit echt heel veel mogelijkheden in. Ik denk dat die ook erg leuk zijn met 5x5 kaarten. Dus dat zijn kleinere kaarten. Met 5x5 inch zijn. En dan kun je ook zeker je helemaal mee uitleven. Kijk. Ik kies voor deze. Oh. Even een beetje mijn werkblad opruimen. Deze plakken we hierop.
En voilà. Een hele mooie kaart. Komende weken zal ik regelmatig dit soort filmpjes laten zien. Waarin ik echt alleen de incolors gebruik. Waar ik echt alleen deze sample set zou gaan gebruiken. Om te laten zien hoe je met één sample set, toch hele leuke kaarten kan maken. Heel veel succes en heel veel plezier met de nieuwe catalogus.